Goedemiddag allemaal. Welkom terug in de grote zaal van HKU Theater hier op Jans Kerkhof. Ik zit hier met twee docenten van HKU Theater en we gaan het hebben over De Rivier. De Rivier is een leerlijn door de vier jaren van de bachelorprogramma's. En daar gaan we alles over horen. Waarom het De Rivier heet, wat er precies gebeurt in die rivier. Waarom het belangrijk is om in die rivier te zitten met elkaar. Sanne, Jorrit, met jullie ga ik dit gesprek aan. Jullie kunnen in de chat vragen stellen. En dan geven we daar, als het goed is, antwoord op. De rivier. Om dan maar eens mee te beginnen. Waar is het begonnen? Waar is deze rivier begonnen? Dat begon eigenlijk in deze vorm. Bestaat dit nu twee jaar. En dat begon eigenlijk met een aantal vakken zoals we die eerder hadden. En dat zijn eigenlijk een beetje van oudsher theorievakken. Dat was theatergeschiedenis en dramaturgie. Maar ook het samen naar voorstellingen kijken. En hoe praat je daar nou over? En wat zie je dan en wat beleef je dan? En hoe deel je dat ook met elkaar? En eigenlijk zijn die drie soort van stromen opgegaan in de rivier. We denken eigenlijk dat die theorie, dat ook niet los te zien is van ook het zelf maken en doen. Dus we bestuderen die theorie, we gaan naar voorstellingen, maar daar praten we dan niet alleen over met elkaar, maar we maken daar ook echt in gezamenlijkheid over. En zijn dan de theoretische en historische of geschiedenisonderdelen, die gaan daar ook in op, dus die komen daar wel in terug? Of zijn die eigenlijk nu helemaal achterwege gelaten? Ja, dus we werken met hoorcolleges en maakweken. En bij die hoorcolleges horen dan werkgroepen. En die hoorcolleges is eigenlijk een samensmelting van die theorie, dus van die theatergeschiedenis en dramaturgie, maar ook dan voorstellingen die we bezoeken. En dat bundelt zich eigenlijk rond thema's, waarbij we ook echt naar makers gaan kijken. En die thema's die hebben ook veel te maken met wat er eigenlijk nu speelt in de maatschappij waar we tegenaan lopen. Dat kan ook zijn, dat kan gaan over subsidiebeleid, over politiek, over diversiteit. En eigenlijk met die thema's bestuderen we dan steeds die theorie en maken we een soort pakket, zeg maar. En Jorrit, voor welke studenten is dit geschikt of bedoeld? Dit is eigenlijk geschikt voor alle studenten. Alle studenten van alle vijfde bachelors. Ja, ze moeten allemaal meedoen. We hebben bijvoorbeeld acteurs, we hebben theatereducatie, studenten, theatermakers, schrijvers, vormgevers, interactive performance designers. Ja. Zij zitten allemaal bij elkaar en in gemixte klassen. Dus het is een interdisciplinaire klas. Die ook met je meereist gedurende de vier jaar dat je hier op school studeert. Dus je hebt je disciplinaire klas eigenlijk, waarin je met je peers die dezelfde studie of afstudeerrichting volgen, vier jaar lang optrekt. En daarnaast heb je nog een tweede klas waarin je met de rivier meestroomt. En gedurende die jaren eigenlijk veel meer verbindingen legt, ook met andere disciplines die je ook in het theater maken keihard nodig hebt. Geef eens een voorbeeld van hoe zo'n gesprek dan verloopt. Want ik kan me voorstellen dat als je eerstejaars als eerstejaars acteurs in het programma zit, in je disciplinaire klas zit, dat je dan vervolgens met anderen, met IPD'ers, TVG'ers, EDU'ers in een klas zit en daar in één keer een gesprek hebt over jouw vakgebied, maar ook over het vakgebied van de anderen. Hoe gaat dat? Dat gaat vanuit interesse. Mensen die heel nieuwsgierig zijn van wat doet die ander nou eigenlijk? Want er wordt toch op een andere manier gekeken en gewerkt. Als je een acteur bent, ben je heel erg met je lichaam bezig. En ben je je daar ook extra van bewust. Op het moment dat je aan het schrijven bent, je schrijft voor theater, dan is je lichaam iets minder belangrijk. Dus je maakproces is ook verschillend. En over die verschillen hebben we het heel erg. Want dat vertaalt zich naar een dramaturgie. En daar zijn van al die verschillende disciplines allerlei ideeën over ontstaan in de loop der jaren. En je kunt leren van elkaar. Dus de verschillen zijn belangrijk, maar eigenlijk ook de overeenkomsten. Want als je op een wat hoger niveau, op een soort abstracter niveau gaat kijken, dan blijkt dat heel veel van dat soort maakstrategieën of maakprocessen, dat die eigenlijk helemaal niet zo heel veel verschillen. Nou is het niet het doel om te gaan zoeken van wat is de grootste gemene deler van ons allemaal. Want ook het vieren van de verschillen is natuurlijk heel interessant. Omdat het je ook weer een soort inspiratie kan geven om je eigen maakproces verder vorm te geven. We zitten natuurlijk in een wereld die heel erg verandert.
makers zijn tegenwoordig geen makers die heel erg binnen hun eigen discipline blijven. Dus het is ook, vinden wij, belangrijk dat zij gaan leren dat je vanuit een andere invalshoek ook kunt gaan maken. En daardoor zullen zij meer rijkere en interessantere, hopen wij, theatermakers worden. Sanne, als je daar nou als student niet geïnteresseerd in bent, dan loop je dus in een programma ineens waar je denkt, ja, waarom zit ik hier nou ineens in gesprek met een IPD'er of waarom ben ik hier ineens in gesprek met een acteur over theater? Maar ik wil eigenlijk gewoon leren schrijven of ik wil eigenlijk leren lesgeven. Is daar ruimte voor om ook dat soort perspectieven te geven? Of gaat het echt over samenwerken en interesse? Of zoals Jorrit zei, nieuwsgierigheid in de anderen? Ja, ik denk dat eigenlijk hoe ik geef zelf ook, dus wij coördineren die module, ik geef ook zelf les. Ik begeleid eigenlijk meer zo'n groep. Wat ik heel erg merk is, wij spreken de studenten ook echt aan als makers. Dus ik ben niet zozeer bezig met, is dit nou een schrijfstudent of een IPD of een... dat maakt niet per se heel veel uit. Je hebt altijd een toeschouwer bijvoorbeeld. Maar wat betekent die dan voor jou als schrijver? Wat betekent die voor jou als IPD'er? En op die manier kun je ook erg op je eigen discipline of erg vanuit je eigen makerschap je ontwikkelen in de rivier zonder dat je moet samenwerken of moet op een andere manier gaan kijken. Dus je kan ook erg door juist naar die andere disciplines te kijken of naar het makerschap te kijken, dat breng je wel mee naar je eigen makerschap. En dat kan dus ook je eigen schrijverschap of whatever zijn. Ja. En dan neem ik aan dat je ook verschillende docenten daarin hebt die begeleiden. Ja. Dus ook docenten met verschillende expertises vanuit verschillende disciplines. Is dat zo? Ja. Klopt, eigenlijk. Dus we proberen het zo divers en gevarieerd en inclusief mogelijk te maken. Dus we hebben coaches, man-vrouw, gekleurd, niet gekleurd, van alle disciplines. Proberen we zoveel mogelijk een balans te vinden dat alles aan bod kan komen. Mm-hmm. Ja. Misschien is het ook wel leuk om te zeggen wat nog belangrijk is in die rivier, wat ook wel nieuw of relatief nieuw is, dat het de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt ligt echt heel erg bij de student en bij die groep zelf. Dus het is ook niet, daarom zei ik ook, daarom twijfelde ik om te zeggen lesgeven, omdat het voelt meer als, ja, coachen of begeleiden. En de wens om tot theorie te komen of tot bepaalde inzichten of tot maken, dat komt echt uit die groep. Dus zij formuleren dat en dat is ook aan hen. En vervolgens, als zij ergens behoefte aan hebben, kan ik dat met mijn achtergrond wellicht bieden. Of ik zoek iemand die hen verder kan helpen. Maar het start echt vanuit hun behoefte en hun fascinatie. En nou, tegenwoordig is er een woord heel erg in zwang. Eigenaarschap, dat hoor je overal. En dat gaat er dan toch ook echt over dat we proberen om studenten die bij ons komen studeren een beetje zelf die verantwoordelijkheid te geven, wat Sanne zegt. Je vroeg eigenlijk, is er wel ruimte om een eigen discipline verder te ontwikkelen? Ja, natuurlijk is die ruimte er. We hebben 5 verschillende afstudeerrichtingen. Maar wij vinden het ook echt belangrijk dat ze van elkaar leren en dat ze elkaar gaan leren kennen. En dan is het dus belangrijk dat ze zelf, studenten zelf, de verantwoordelijkheid pakken om dan keuzes te maken. Wat ga ik gebruiken voor mijn ontwikkeling? Om uiteindelijk na 4 jaar hier af te studeren als een schrijver, als een vormgever, maar wel met een schrijver, een vormgever, een acteur, een theatermaker, een interactive performance designer met kennis en bagage die breder is dan je eigen discipline. Is dat ook om de reden waarom het niet eenmalig is, dat het niet een module van 1 maand of 2 is, maar dat het een leerlijn is die gaat over enkele jaren, zodat je dat ook kan oefenen, dat je dat kan opbouwen? Ja. Ja. Het gaat over een langere ontwikkeling. Dat is ook. Dus we sluiten steeds zo'n jaar af waarbij je heel erg kijkt naar welke ontwikkeling is nou gemaakt, welke keuzes, welke twijfels, welke inzichten. Ik liep een bepaalde kant op, toen zag ik dit, toen ging ik weer terug. Hoe gaat dat nou? En dat is een 4-jarige ontwikkeling eigenlijk, die je sowieso maakt. En ja. Wat leren ze dan specifiek in die 4 jaar? Gedeeltelijk is dat ook gewoon bepaalde theorie en bepaalde taal. Dus om jezelf
te navigeren eigenlijk in zo'n maakproces. Nu op school, straks daarna. Is het handig om bepaalde taal te hebben om je uit te kunnen drukken. Om, nou goed, die taal sowieso. Mm-hmm. Maar daarbij ook inzicht van wat voor maker ben ik, wil ik zijn, kan ik zijn. En dat blijft altijd in ontwikkeling, ook na je afstuderen. Is het eigenlijke waar je mee bezig bent. En leren vind ik dan ingewikkeld, want dan is het zo van A naar B, weet je wel? Zo, alsof het één lijn is. Maar ik denk dat soort breder is dan dat. Ik vind het, je zei het eigenlijke, en dat vind ik wel een mooi woord. Want ik denk dat dat een van de dingen is die de studenten na 4 jaar echt tijdens de stroom van 4 jaar rivier wel meekrijgen. Dat ze zich nog meer eigen kunnen manifesteren. Dat je in een samenwerking met anderen kunt zeggen van kijk, dit is wat ik jou te bieden heb. En dat gaat over meer dan alleen maar het vakmatige. Wat natuurlijk knetterbelangrijk is. Want anders dan ga je niet naar deze hogeschool. Dus je wil ook echt een vak leren. Maar onderdeel van dat vak is ook dat je daarover kunt communiceren met anderen. Met mensen die misschien niet helemaal precies hetzelfde vak hebben geleerd als jij, maar wel iets wat erop lijkt. Zelfs in contexten waar theatermaken misschien niet het doel is, maar waar je als theatermaker in terechtkomt en hele waardevolle inbreng kunt hebben. En als je dan geleerd hebt om te vertellen en mee te denken met wat hoe iemand anders denkt. Een vormgever denkt net weer iets anders. Sanne heeft een achtergrond als vormgever, ik een achtergrond als schrijver. Ik weet dat Sanne net weer even iets anders denkt dan ik. Dat is waarom Sanne aangetrokken werd tot vormgeving en waarom ik aangetrokken werd tot schrijven. Dus zo, en we moeten elkaar dus leren verstaan. En dat is denk ik een heel belangrijk punt wat je in de rivier meekrijgt. Jullie moeten elkaar leren verstaan als coaches, kan ik me voorstellen. Vanuit je eigen vakgebied of discipline of expertise. Maar studenten ook ten opzichte van de coaches. Dus als je het hebt over eigenaarschap, kan ik me ook voorstellen dat je in de evaluatie van zo'n leerlijn, dat je de studenten daarbij ook heel erg betrekt. Dat je in gesprek gaat met hen. Want wat kan er beter of waar hebben jullie meer behoefte aan? Is dat ook zo? Gebeurt dat? Gebeurt ook eigenlijk tijdens het jaar al. Komt ook omdat, wat we zeiden net over dat eigenaarschap bij hen ligt, dat hen hun behoefte best centraal staat in waar ze naartoe gaan. En achteraf gebeurt dat ook, ja. En hoe ga je daar dan mee om als docententeam of coachteam? Hoe pak je dat op? Wat gebruik je wel, wat gebruik je niet aan input van studenten? We hebben zelfs in het ontwerp van deze rivier hebben we al heel veel studenten mee laten praten. Wat bedoel je met ontwerp precies? We zijn een aantal jaar geleden begonnen met het ontwerpen van de rivier als lesmodule. En dan ga je nadenken over hoe vaak, met hoe grote groep en wie zitten er in de groep en waar gaan we het over hebben en wie moet dat dan vertellen of ga je zelf ergens op het internet zoeken. Dus het ontwerpen van onderwijs, mm-hmm. Daar hebben we al studenten bij betrokken. Dus dat gaat dan op een hele organische manier. Wat Sanne zegt is tijdens de bijeenkomsten, noem ik het altijd maar. Tijdens de bijeenkomsten heb je directe feedback over hoe het gaat. Dus dan zul je in het moment soms ook met elkaar moeten bijstellen wat het plan was. Als blijkt dat er behoefte is aan verdieping op een bepaald onderwerp wat opeens opplopt. Mm-hmm. Ja, dan is het natuurlijk jammer als je koers blijft varen op die rivier waar je per se naartoe wilde. Het is fijn als je bijvoorbeeld opeens merkt van we zitten nu met rivierjaar 2 aan de vooravond van 2 maakweken. En daarin gaan de studenten werken rondom het thema posthumanisme. Posthumanisme. Posthumanisme, ja. We dachten, we gaan gelijk. En dus leg dat eens uit aan de studiekiezers. De studiekiezers. Beste studiekiezers. Je kan het ook gewoon tegen mij zeggen, maar leg eens uit. Wat is posthumanisme? Posthumanisme. Nou, wij leven in een wereld waarin we de mens heel erg centraal stellen. Eigenlijk kijken we naar alles om ons heen met onze eigen blik vanuit wij zijn mensen en wij hebben een perspectief daarop. Wij hebben dingen gemaakt of wij vinden ergens iets van of we maken ergens verhalen rondomheen. Maar
langzamerhand zijn er verschillende filosofische denkers die zeggen van ja, waarom zou je de mens zo centraal stellen? Je kunt ook de mens gelijk stellen aan dieren. Waarom zouden wij boven de dieren staan? Maar misschien ook nog wat breder in de natuur. Waarom zijn wij niet gewoon gelijk aan natuur in het algemeen? Aan bomen, aan natuurprocessen. Waar we allemaal een invloed van ondergaan. En je kunt nog een stapje verder gaan. Maar ook de dingen om ons heen. Waarom zijn wij daar per se de makers van? Wij zijn gebruikers. We zijn onderdeel van een geheel, van een universum. En niet per se het centrum. En dit is dan de kernvraag van zo'n maakwerk of maakweken. Ja. Wat gebeurt er dan? Hoe geef je studenten dan de go, ga maar maken? Ja, nou, wij geven ze eigenlijk dit thema mee om alvast een start te hebben. En dan kunnen zij zelf die maakweken helemaal in gaan vullen. Want in jaar 2 is het de bedoeling dat zij ook onderzoek doen naar maakprocessen en maakstrategieën. Dus voor ons zijn die 2 maakweken eigenlijk een artistic research performance, zou je dat kunnen noemen. Een performance die leidt tot onderzoek. Dus het product van de performance zelf is niet per se het doel. Is wel iets wat we natuurlijk hartstikke interessant vinden en waar we graag naar willen kijken. Maar het hele proces daarnaartoe, daarin moeten de studenten keuzes gaan maken van hoe gaan we dat aanpakken, dat maakproces. Gaan we elke dag bij elkaar komen? En als we elke dag bij elkaar komen, waar doen we dat dan? En moeten we dan allemaal onze eigen discipline inbrengen? Of gaan we allemaal gelijkwaardig op de vloer en we kijken wat er ontstaat? Gaan we beginnen met inlezen in wat posthumanisme dan is? Of zeggen we van nou, dat komt later wel. We beginnen gewoon en we beginnen bij wat we denken dat het is. We hoeven al die input helemaal niet. Dus het maakproces zelf vormgeven. En daarin zijn wij als coaches dan een soort stimulans. En we proberen te helpen om in de grote brei van wat er dan allemaal op de studenten afkomt, een beetje orde te scheppen als het misschien wat chaotisch dreigt te worden. Maar het is wel de bedoeling dat zij zelf heel erg die plannen maken. Want ik kan me voorstellen dat je hebt even zoveel koersen en maakprocessen als dat de studenten zijn. Ja. Want er zitten in het eerste jaar ongeveer 80 studenten van die 5 bachelorprogramma's. Die komen dus met elkaar in de rivier. Maar dan heb je dus ook 80 maakprocessen. Hoe ga je daarmee om als coachteam? Het is een beetje een combinatie. Sommige dingen doen ze echt samen. Het meeste doen ze samen. In die maakweken. En dat is ook echt het uitvinden op de vloer. Dus dat gaat het gewoon aldoend uitvinden. Van op welke manier willen we werken. Wat werkt en wat niet. Denk dat zij daar op die manier mee omgaan. En als coach probeer je dat te begeleiden. En in jaar 2 is daar al iets meer taal voor eigenlijk dan in jaar 1. Dus in jaar 1 bijvoorbeeld hebben ze ook zo'n maakweek. Dat komt nu ook zo in januari. Dat is een heel toffe week altijd. Daarbij zeggen we eigenlijk van nou, neem de school maar over. Dus de school is nu van jullie. Jullie krijgen de grootzaal waar we nu zitten, de kleine zaal. Alle werkplaatsen waar je kan werken. Digitale werkplaats, alles. Vanmorgen werd het genoemd. Het heet de week zonder naam. Ja. En voor diegenen die vanochtend al op de livestream zaten, dat is nou de week zonder naam. Dus ja, dat is de school van jullie is. Ja, ja zeker. Dus ze krijgen aan het begin een thema en dan is het go. Ze worden ook in verschillende groepen ingedeeld. Ja. En aan het eind van de week staat daar een performance, voorstelling, iets. En dat is dus echt aldoend uitvinden. In jaar 2 werken we daar iets langer naartoe. Dan krijgen ze ook in de aanloop, in het eerste half jaar, krijgen ze echt meer taalbegrippen, verschillende soorten maakprocessen inderdaad. Dus daar kun je iets, kunnen ze al iets zorgvuldiger of daar kun je iets meer in kiezen. Maar het blijft om het echt al makend uit te vinden. Maar ook voor de coaches dus. Dus jullie zijn in dat opzicht, om de metafoor maar door te trekken, ook vrij fluïde in het zoeken van de coaching en het tempo van coaching ook. Ja. Wanneer geef je welke tip aan welke student? Ja. Ja, en je merkt ook, je merkt ook dat de verschillende groepen, die verschillende klassen, er zijn 7 van die interdisciplinaire klassen in jaar 2 bijvoorbeeld, op dit moment.
En je merkt dat elk van die klassen hun eigen dynamiek krijgt. Hun eigen koers aan het varen is op die rivier. En dat dus ook, we hebben elke keer overleg met de coaches achteraf ook. Om te horen van wat gebeurt er in de verschillende groepen. En dan merk je ook dat er heel erg verschillende eigenlijk identiteiten ontstaan. Hoe die groepen willen werken. En ik vind dat alleen maar prachtig. Want als je dat inderdaad in een soort format probeert te duwen per se. Dan snij je zoveel wegen af eigenlijk. Dan laat je, nou ja, ook maar weer in die riviermetafoor. Dan laat je de rivier niet vrij stromen. Tot misschien een hele prachtige delta met allemaal zijstroompjes. Maar dan wordt het allemaal gekanaliseerd. Ja, kortom, het is geen kanaal, maar een rivier. Zeker. En nog even een laatste vraag, want dan moeten we afronden. Is dit nu een leerlijn die typisch HKU Theater is? Of typisch HKU Theater kenmerkt? Ja, ik denk het wel. Vind ik ook. Ja, ik denk het. Waarom? Ja. Nou, misschien ook nog op de valreep. Wel tof om te zeggen. Ik kan me ook voorstellen van als je nu overweegt om dit volgend jaar te gaan doen. Waar ik vind dat het erg in tot uiting komt. Aan het eind van jaar 1 sluit je ook die rivier af met een eigen onderzoek. En ik vind er een aantal dingen in zitten die heel tof zijn. Die ook erg HKU zijn. Een voorbeeld van een student van vorig jaar. Zij maakte een mini-documentaire en dat ging over... Eigenlijk vroeg zij zich af, hoe zit falen in de maatschappij? Hoe werkt dat? Die blik naar wat speelt er nu? Wat is op dit moment actueel? Wat is belangrijk voor mij? Wat er in de wereld gebeurt, vind ik belangrijk. En dat zit daar erg in. En dan vervolgens om dat al makend te onderzoeken met die... Ja, theorie eigenlijk als hulpmiddel, maar dat echt integrerend in dat onderzoek. Ja, dat vind ik een aantal dingen die erg HKU zijn en erg tof. Jorrit, laatste woord. Ik vind het zeker ontzettend HKU, omdat wij van de HKU breed, alle andere verschillende scholen, maar zeker ook op theater, heel erg zoeken naar die verbindingen. Dat zat ook een aantal jaren in de slogan. Maar we proberen altijd nieuwsgierig te zijn naar van, hey, dit is wat ik kan, dit is wat jij kan. Hoe kunnen we dat met elkaar verbinden? Dat maakt, denk ik, deze school wel uniek. Dank jullie wel. De rivier blijft een ontwikkeling, blijft stromen. Ja. Volgend jaar ziet hij er weer anders uit of is hij dan ongeveer hetzelfde? Nou, de bedding is voor een deel misschien hetzelfde, maar het water stroomt nooit twee keer langs dezelfde steen. Laten we stenen blijven verleggen. Ja, dat gaan we zeker doen. Oké, dank jullie wel. Tot zover. Ja.